ik ga ervan uit dat ik win. Ik stap de ring in om te winnen. Dat heb ik altijd gedaan. Op mijn negende, eigenlijk als kind zijn natuurlijk veel Bruce Lee films gezien. Ik ging met mijn moeder naar een Chinees afhaalcentrum op de Oude Graafse Weg. En daar hingen posters van Bruce Lee. En toevallig zat er een sportschool beneden en dat was een kickboxschool. Dus eigenlijk per toeval, maar door Bruce Lee eigenlijk, karate films. Maar het was toevallig een kickboxschool, had ook een taekwondo of karate school kunnen zijn, maar toevallig kickbox. We gaan nu onderweg naar de Wolfskuil. Wijk waar ik ben opgegroeid, ik ben echt een Nijmegenaar, daar ben ik ook enorm trots op. De hele wereld gezien, maar altijd weer blij om terug te zijn in mijn eigen stad. Vroeger dus altijd in de Wolfskuil gewoond. En daar gaan we zo dadelijk een wandeling doorheen maken om te laten zien waar ik als kind zijnde gewoond heb. Waar rottigheid hebben uitgehaald, waar ik op school heb gezeten. Echt een Nijmeegse wijk, de Wolfskuil. Enorm veranderd. Van de echte Wolfskuilen gedeeltelijk vertrokken met de bouw en dat is een hele andere wijk geworden. Inmiddels woon ik in het Waterkwartier, maar de Wolfskuil blijft voor mij toch wel de wijk. De mensen hadden vroeger ook touwtjes uit de deur hangen, een schoenveter uit de deur en dan liep je zomaar naar binnen. Als je in een auto zag staan, bijvoorbeeld de lichte branden s'avonds, dan wist je gelijk van, oh, die is van Gerrie, even aanbellen Gerrie. Ja, nu, ja, dus echt buiten, samenhorigheid. We gaan een rondje Wolfskuil maken. Dit is de Disselstraat. Ik heb hier zelf ook gewoond in de straat. Ik ben opgegroeid in de Mosstraat. Helaas bestaat die niet meer, omdat het is hele nieuwbouw. En we gaan een wandelingetje maken door de geweldige wijk Wolfskuil. Hey! Met zijn toon. Hey! Hey! Alles gangetje met jullie? Goed zo, goed zo, goed zo. We zitten op jullie mama te wachten. Mama Nathalie? Ja. Ja. Hey, waar ga je? En papa? En papa? Waar gaan we heen? Waar ga je heen? Zwembad. Zwembad. We gaan naar het vakantiehuisje, daar komt Sinterklaas. Sinterklaas kaboetje. Gooi wat in mijn schoentje. Yeah. Gooi wat in mijn laasje. Hey, geef die per kus, de knuffel. Nee, ze denkt nee man. Nee man. Nee, als je vrouw hebt, krijg je die. Ja, nee. We gaan wandelen. Hoi, hoi. Hoi. Doei, veel plezier met Sinterklaas. Dit is mijn oude basisschool waar ik op gezeten heb. Basisschool De Wieken. Heel vroeg heette het Bonifatieschool, maar ook toen wij er al op kwamen, De Wieken. School is nooit mijn favoriete onderdeel geweest, of je moet er sport voor zetten, sportschool wel. Maar op mijn negende dus begonnen met kickboksen, vanaf mijn tiende wedstrijden gaan doen. En vanaf dat moment vond ik school al helemaal niet meer interessant, want ik wilde bokser worden en daar hoefde je niet voor te kunnen leren. Was mijn idee als kind zijnde. Later ben ik, op het voortgezet onderwijs heb ik ook eigenlijk nooit afgemaakt naar speciaal onderwijs geweest, omdat ik niet naar school wilde. Wel al vanaf mijn dertiende boeken gelezen over anatomie, fysiologie, ik wilde alles over het lichaam weten. Als met de kinderlijk gedacht van dan kan ik het beter uitschakelen, puur voor mijn sport. Daar heb ik wel veel in geleerd en heb ik later in mijn werk en sport gebruik van gemaakt. Maar school is niet een favoriet onderdeel. In de vechtsport, eigenlijk iedereen die in Nederland, mijn collega's, professionele kickboxers, wisten ook allemaal dat ik uit Nijmegen kwam. Terwijl bij heel veel vechters, als ze elkaar de naam wisten eigenlijk niet welke plaatsen ik kwam. Ik heb altijd erbij verkondigd dat ik uit Nijmegen kwam. En ik kan me herinneren toen ik vroeger in Amsterdam trainde. Ik heb 4 jaar bij Jacques Ricci getraind dan. En dan zagen ze Nijmegen echt als een dorp. Van we hebben hier ook een centrum en het is een echte stad. Apart volkje Amsterdammers, maar goed. Maar met Nijmegen. Dit noemden we de Kuil.
Ja, nu staat de Wolvenlei daar, een flat al een groot aantal jaren. Maar vroeger was dat, waar nu die flats zijn, wat echt ons brakstuk terrein. Er was een crossbaantje, dus als kind zijn ook met fietsen en met brommetjes altijd crossen. Dat was echt waar we hutten deden bouwen. En daar een groot deel van de jeugd doorgebracht. Dat was echt gaaf. Waar nu het teerveldje is, zeg maar, het was dan een grasveld en dan schoten we soms de voetbal expres over het hek in, waar de code er overheen klimmen om in de kuil weer expres even te ravotten. Eerste klas heb ik 2 jaar over gedaan, ik was te speels. En de rest in de 5e en 6e klas heb ik geen rapport gekregen. Ze hadden te weinig punten om een rapport van te maken, maar dat geeft wel aan hoe weinig ik naar school ben geweest. Maar goed, toen deed ik al, op mijn 9e ben ik begonnen met kickboksen en ik was binnen een maand zo fanatiek mee bezig, echt 5 dagen in de week naar de sportschool. Dus school boeide mij niet. Ik wilde kickbokser worden en ik wilde later kickboksleraar gaan worden. Dus ik ben alleen maar gaan trainen in de sportschool. School boeide me echt helemaal niet. Wij waren dus boomhutten maken, slingeren, ondergrondse 2 dagen graven om een hut te maken van 2 bij 4 meter, of 2 meter diep en 4 meter lang. Nu zou kinderen zeggen, ga geen gat graven, zitten met een computertje. Dus. Het is ook niet meer de tijd ervoor, maar... Ik ben op mijn 20e ben ik ZZP'er geworden, omdat ik moest werk hebben. Ik gaf al vanaf mijn 16e kickboxles en dat werd op een gegeven moment ben ik een sportschool begonnen. En zo ben ik begonnen. En later kreeg ik in de gaten dat door leeftijd en ervaring dat ik door mijn levenslessen gewoon, denk ik, en mijn achtergrond en wie ik ben... Dat ik daar meer mee wilde doen dan alleen maar, zeg maar, mensen een stoot en een trap aanleren. En de grote ommekeer was denk ik voor een jaar of 6, 7 terug. Toen ik op een gegeven moment merkte in mijn eigen sportschool dat ik te veel naar de mens ging kijken. Jij bent een wedstrijdvechter van mij, jij kwam binnen en ik dacht, volgens mij zit hij vandaag niet lekker in zijn vel. Laat ik hem niet tegen Pietje zetten, want die gaat te hard. Terwijl hij niet lekker... En dat moet eigenlijk niet, want je moet... Ja, sorry, maar je bent kickbokser. Je moet op dat moment, als je dag neemt, moet je ook knokken. Dus ik ging te veel naar de mens achter de vechter kijken. En dat is natuurlijk wel goed, maar niet goed om vechters te kweken. Toen dacht ik van, ik moet hier... Ik ging te pedagogisch naar mijn lessen kijken, omdat ik daar al een aantal jaren mee ben. Toen dacht ik van, ik moet stoppen met het begeleiden van mensen om de ringen te gaan, maar meer naar die mentale en pedagogische kant. En daar ben ik dus in mijn hele werk in gaan steken, mijn hele tijd. Dus ik ga met een cliënt vissen. Dat deed ik voorheen met die cliënt, deed ik daar heel veel agressie-regulatietraining mee. Maar fysiek gaat het niet meer door een beperking, kan die niet meer zwaar trainen en dan gaan we vissen. Dus dat is ook een onderdeel van mijn werk. Maar ik ga ook met de cliënt in het bos in. Hoppakee. Eerst zang hebben we altijd getraind en doordat je nu minder mobiel bent met je longen, kunnen we niet meer boksen gaan of vissen als uitlaatklep. Mekaar aan de waterkant lastig vallen in plaats van in de sportschool. Ja, wat we eerst fysiek deden, doen we nu wat op een wat rustiger pitje. Zo ga je van het ene naar het andere, zo zit ik te vissen. En nu over een uur sta ik met mijn boksschoen aan te sparren met mijn volgende cliënt. Dus de ene die, dit is een onderdeel van mijn werk, vissen met cliënten. En zo dadelijk een potje vechten om energie kwijt te raken. Op
een gegeven moment ging ik wat meer op scholen lesgeven en in buurthuizen. En kwam je met jeugdzorg. We hebben een groepje in een wijk, die probleem wil je daar een beetje mee in de slag. En op een gegeven moment in Hunenberg in de jeugdgevangenis gaan lesgeven. En later wat pedagogische bijscholing gaan doen. Dus ja, daar langzaam ingerold, zeg maar. Omdat in groepslessen, gewoon box of kickboxlessen, zijn altijd in de avonduren. En dan kreeg ik af en toe een keer een middagje uren op een school of op een instelling. En dat is naarmate ik daar wat meer namen kreeg, is dat gewoon nu mijn dagelijks werk geweest. En geef ik alleen nog overdag les. Dit is mijn eerste broekje. Ja, de foto hangt ernaast dat ik hem aan heb. Op die foto ben ik... Ik denk een jaar of tien, ja tien denk ik, op de Graafseweg in de sportschool waar ik begonnen ben. Broekje nog steeds, nee, altijd bewaard. Hier, dit is op zich voor mij ook een belangrijk moment. 1991 vocht ik mijn eerste professionele wedstrijd in Sporthal Zuid in Amsterdam. En toen was het eigenlijk twee keer per jaar was er een groot evenement. En het feit dat ik alleen al op deze poster stond was voor mij heel belangrijk, omdat dan... Ja, dat betekende dat je geaccepteerd werd in de grote jongenswereld, zeg maar. Daar vocht ik mijn eerste professionele wedstrijd. Niet tegen Habib. Ik heb toen tegen Thierry gevochten, een Belgisch kampioen. Dat zijn tegenstander was te zwaar. En die sloeg ik in de derde ronde knock-out. Dus dan ben ik gelijk goed in het profcircuitje mee gaan draaien. Oberhausen. Maar laatst ook Badahari tegen Rico's gevochten. Daar heb ik ook gevochten in die, tegen een Duitse Osden. Ook gewonnen. Nou ja, dit is Chakriki, de school waar ik van 94 tot 98 heb getraind. 4 jaar in Amsterdam getraind, 3 keer in de week met de trein naar Amsterdam. Op maandag, woensdag, vrijdag. En dan gaf ik op dinsdag, donderdag, zaterdag aan mijn eigen school in Nijmegen les. En dit is eigenlijk, nou ja, een beetje vergelijkbaar met een Nederlands elftal. Dus alle toppers uit het hele land trainden dan bij elkaar. En dit was een poster ter ere van het 25-jarig bestaan van de sportschool. Allemaal in een net pak. Nou ja... De gordels die ik in de loop van de jaren bij elkaar gevochten heb. Het waren er eigenlijk meer. Ik heb er twee. Eentje heb ik er verkocht. En dat is niet zozeer omdat ik geld nodig had, maar eentje heb ik er verkocht voor een goed doel. Voor Jantje Beton, daar is toen de opbrengst naartoe gegaan. En eentje heb ik er afgegeven aan Ronald Wustenberg. Was toen de tijd een hele bekende ringspeaker. Die had een ziekte overwonnen. En toen heb ik hem een gordel gegeven nadat ik kampioen was. Omdat hij ook moest vechten voor... voor zijn strijd, zeg maar. Dus, Het begon me een paar maanden terug. Ik moest op een evenement een gordel uitreiken als oud-kampioen. En toevallig slaat de ringspeaker, die ken ik meteen de buik. Ik zei, vriendin, heb je nog een sixpack? Ik zei, ja, ben je gaan trainen dan? Ik zei, ja, ik ben veel fysiek bezig. Toen zegt hij voor de gein door de microfoon, wie zou u dan nog willen zien vechten? Dus ja, de zaal reageerde erop. Toen stap ik de ring uit en houdt een promotor maar. En zegt, Perry, zou je nog een tijdje willen draaien? Ik zei, nee, in principe niet. Ik ben 45 en ik vecht niet meer. Maar ik benade je nog van de week. En toen belde hij voor een maand of 3-4 geleden op van Perry, even terugkomen op, wil je vechten? Ik zei, nou ja, eigenlijk niet. Maar dan heb ik wel als eis dat je iemand hebt van, ook een over de toppen noem ik het even, van minimaal 40 jaar. Die hebben ze helaas niet kunnen vinden, een Duitser van 39. Omdat de meeste oude tegenstanders van mij allemaal niks meer doen. Stukken zwaarder zijn geworden en ik ben nog steeds op gewicht. En ik heb er zin in. Ik ga nu lekker het bos in, vrije tijdbesteding van mij. Heerlijk mijn hoofd leegmaken na een drukke werkweek. En we hebben super weer. Mooi weer het bos. Het draagt wat in de grens van Groesbeek, Duitsland, zeg maar. Dus mijn vrije tijdbesteding, lekker het bos in. Elke Nijmegenaar van mijn leeftijd kent de hoeve. Maar laten we zeggen, we zijn nu 2 kilometer verder dan de hoeve. En je zit discotheek te hoeven dan, weet je. Je zit in het mooiste bos in je omgeving waar je kunt hebben. Voor mij is dat mijn hoofd leegmaken. Ik bedoel, iedereen moet ik vind dat iedereen een hobby moet hebben, vind ik persoonlijk. En dat is dus mijn hobby. Ik ben de hele week bezig met druk met mensen in de weer. Druk in mijn brein met ik moet met Pietje aan het werk. En wat kan ik wel niet zeggen, wat moet ik doen? En in het bos kan ik dat loslaten. Heb ik mijn brandertje bij me, kan ik koffie zetten wanneer ik wil, heb ik mijn eigen tijd. Dan hoef ik niet na te denken, alleen maar genieten van de rust. Dus voor mij is dat een heerlijk moment. Dit is voor mij mijn ontspanning, dus ik heb er wel heel veel moeite mee gehad in het begin, moet ik eerlijk zeggen.
lekker leuk met mijn wandelmaat. Ik ben toch sportman in hart en nieren, dus ik maak bijna overal een sportprestatie van. Dus in het begin zei Aadje van, zo'n bakje koffie gaan drinken? Nee, want we lopen pas een half uur. Ja, hey, wat maakt het uit? Het is vrije tijd. Maar ik wilde dan, nee, dan moest je minimaal een uur lopen, want anders had je die koffie niet verdiend. Maar ja, tuurlijk, je maakt wel die kilometers. We hebben dagen erbij dan een kilometer of 20, 25 wel maken. En het is niet over de weg, het is door het bos. En we proberen zoveel mogelijk de echte bospaden te vermijden. Dus ook echt, ik heb kaart en kompas bij me. En dan stellen we me ergens op in, dat ook gewoon, net als waar we nu zitten, gewoon kriskras door de... Omdat je dan op de wildpaden komt en ja, ik vind echt die grote wandelpaden vind ik gewoon niet leuk. Dat is dan weer te commercieel, zeg maar, weet je wel. Dat is gewoon lekker relax. Maar nee, niet vermoeiend. Ik vind het super. Voor mij is het echt een enorm contrast natuurlijk ook met... De hectiek die ik normaal heb, het werken met cliënten, het lesgeven, zelf met van alles nog wat bezig en hier hoeft niks. Je kunt, kijk, mijn hele week, zoals bij iedereen die normaal werk heeft, dan op zo laat moet je beginnen, zo laat ben je klaar, dan heb je pauze, alles is gepland en hier is niks gepland. Beslis je zelf, dus voor mij is het echt vrijheid, gewoon echt relax, ik vind het super. Ik ga nu mijn vechtkleding van morgen ophalen. Dus dat ik er chic bij loop. Mijn vrienden tijden, meid! Hey. Hoe is het, vriend? Mike. Oh, alles goed. Erbij. Ja. Hoe is het? Alles gangetje. Super. Ben je er klaar voor? Ja. Ja? Ik ben echt... Kijk eens daar weer. Oh nee, oude tijden. Ik snel... Maakt me nu niet uit met wie ze komen, Mike. Nee? Nee, ik voel me echt super. Helemaal top, helemaal fijn. Ja, ik heb dit gewoon even heel simpel gehouden wat jij zei. Hè? Ik heb wel overal dynamite. Ik weet niet of je dat leuk vindt. Ja, dat is toch wel. Het is natuurlijk wel, je kan nu gewoon lekker dadelijk mijn lesgeven gewoon blijven rondlopen natuurlijk. Ja, netjes, mooi. Ja, dit is gewoon basis. Ja. Dan hebben we hier de, die vind ik wel heel mooi geworden, ja. Persoonlijk. Ja. Ik heb dit wel onderscheid gemaakt. Jij zei boslogo, hè, van Noah. Ik heb wel gewoon een kleur laten doen. Ja. Springt er wel mooi uit voor hun ook. Ja, daarom, weet je wel. Ja, die mensen zijn voor mij ook belangrijk. Ja, en het logo was niet echt heel duidelijk van hun, dus hij heeft ze zo goed mogelijk proberen te drukken. Ja. Maar ja. Ja. Ja, dat is super. Belangrijkste dit, hè? Ja. Kijk eens wat jij zei, hè? Ja, ja. Juist, dat springt er echt uit. En dan, ik heb wel mijn broekje ook hun laten drukken, dat moest voor jou, hè? Ja. Ziet er goed uit. Of niet? Dat moet er wel passen, vind ik, hè? Vind je niet? Ja, dat doe ik ook. Vind ik vet. Ik wil een fotootje maken, misschien of leuk voor in de zaak. Ja, vind ik super. En dan kan ik ook straks even doorhebben naar de sponsor. Ik wil ook foto's, ook wel ook dadelijk als je foto's gaat maken, man, ook in de inlijst iets. Ja. Ja, dat is netjes geworden. Ja. Adje! Ja! Hij heeft twee keer tegen een professionele oud-leerling van mij gevochten, ook een professional. Daar heeft hij twee keer van gewonnen. Hij is ook profbokser geweest en kickbokser. Hij heeft een aantal jaren in Arnhem getraind bij Fred Royers. Maar voor de rest moet ik eerlijk zeggen, maakt me dat ook niet veel uit. Want ik heb me nooit daar zo verdiept in tegenstanders. Ik ben er klaar voor. Ja? Zij komt uit de blauw.
dat moment net voor opkomen. Dus dat je in de coulissen staat en je hoort je opnamemuziek en je naam wordt gescaldeerd en het publiek, ja jongen, als ik erop denk kan er zo kipvel voor krijgen. Thank you.
En voor mijn gevoel was het waren dezelfde mensen die er nu ook zijn. Die waren toen ook al. Dus ik ben er klaar mee. Ik vind het geweldig dat ik hier in mijn eigen stad, Nijmegen, de oudste van de stad Nederland, voor onder fans ook heb kunnen vechten. Maar het is wel te zien. Ik ben nog te oud, dus ik ben er nog echt klaar mee. Bedankt voor jullie steun.